Het snijden van aanmaakblokjes en het in elkaar zetten van vogelhuisjes. Het gebeurt allemaal bij Pit 59. Pit 59 is een kleinschalige hout- en metaalwerkplaats waar mensen met niet aangeboren hersenletsel terecht kunnen. 4 jaar geleden werd de dagbesteding door eigenaar Erik Hoens opgezet en sindsdien loopt het als een trein. Ook van buiten de gemeente is er inmiddels belangstelling, want vanmiddag kwam wethouder Peter Verschuren van Hoogezand-Sappemeer een kijkje nemen bij de instelling. Het stelt vaak niks voor, hier kan je de machine mee aanzetten. Ja, ik moet zeggen, Pit 59 heeft een goede groei doorgemaakt. 4 jaar geleden begon ik met 1 cliënt. Inmiddels hebben we 17 cliënten die over de week verspreid hier naartoe komen. 4 mensen zijn nog weer in aanvraag. Dat vragen ook om expansie. Dus we hebben net vorige week het terrein aan de overkant aangekocht om activiteiten uit te bouwen. En dit is het stuk terrein dat onlangs is aangekocht. In de toekomst gaan cliënten hier sleutelen aan oude oldtimers, maar voorlopig is het vooral de plek waar gezaagd kan worden. Bij Pit 59 lopen dus volwassenen rond die niet aangeboren hersenletsel hebben opgelopen. Dit is bijvoorbeeld veroorzaakt door een motorongeluk of een ongeluk in de bouw. Een van die mensen is Rolf en hij is druk bezig. Met motor en hobbelmotor. Ja, is compleet van hout gemaakt, geloof ik, hè? Alles. Alleen maar hout. In lijm. Lekker baat. Als je invalide wordt, dan ben je afgeschreven. Voor alles. Hier krijg je een nieuwe kans om je te bewijzen. Voor jezelf, voor je gezin. Hier werk je alleen maar voor je gezin. Een hobbelmotor voor mijn kleinkinderen, een tafel voor mijn vrouw, zo is het een beetje. Even verder is Jeroen aan het werk. Ik ben bezig met insectenhotels aanmaken. Dat ga ik verkopen voor hun stichting, zeg maar. Ja, zo'n insectenhotel, volgens mij ligt er eentje achter je. Ja, deze is nu klaar, gelukkig. En dus, die gaan we dus verkopen. Dat is wel mooi. Als ik deze mannen met hun pit bezig zie, dan denk ik van wat hebben wij toch te klagen als we eens een keer een moeilijke dag hebben. Hè? Probeer maar eens met een half lijf rond te strompelen en daar toch weer iets mee te doen. Ik ben heel trots op deze groep en vooral hoe mensen met elkaar omgaan. Meer informatie over Pit 59 is te vinden op de website pit59.com.